We zijn hier vandaag omdat hier kleine stekelvarkentjes zijn geboren. Dat is supergoed nieuws, we zijn daar heel blij mee. Het is super speciaal voor Plankenaal eigenlijk, omdat het allereerste keer is in denk ik 25 jaar dat de stekelvarkens hier zijn, dat wij kleintjes hebben gekregen. Alles is goed verlopen, maar het was eigenlijk heel speciaal. We hadden niet verwacht dat er eigenlijk kleine stekelvarkens gingen komen, omdat Lockie de vader is hier nog maar 3 maanden en een paar dagen. En eigenlijk duurt de dracht van een stekelvarkje 3 maanden of 102 dagen. Dus het was een verrassing. Als zo'n kleintje geboren wordt, is dat eigenlijk nog zacht. Dat is voor de bevalling gemakkelijker te maken. Je moet maar denken, als die hard zijn en die stekelen al, dat dat niet zo gemakkelijk is voor de mama om te bevallen. Na 3 weken, 4 weken ongeveer worden die hard. En dat is eigenlijk voor te verdedigen tegen de roofdieren eigenlijk. Zo'n kleintje groeit supersnel. Op 10 maanden tijd is dat eigenlijk tussen de 10 en de 11 kilogram al. De moeder en de vader aanvaren supergoed het kleintje. Je ziet dat die daar heel een tijd mee bezig zijn. Als de mama eens gaat eten, dan gaan ze naar de vader toe en omgekeerd ook. Dus alles gaat supergoed. De leeftijd van een stekelvarken ligt rond de 20 jaar in dierentuinen ongeveer. Dus we hebben er nog wel lang geniet van. Kom zeker langs in zo'n Plankendaal. Het is de moeite waard om ons kleintje te komen bewonderen.